is een prachtige middag in oktober. Lekker weer om een paar uurtjes te gaan doodazen en karpervissen. Twee hengels naast elkaar. Links met een horstmakreel en rechts met een borlie. Ik ben helemaal niet zo'n liefhebber van doodaasvissen. Maar ja, er staat overal nog riet in de polder, dus ik heb niet veel keuze. De compromis is dan dat ik er een karperhengel naast zet. Ik vis met relatief zwaar materiaal, maar dat is alleen maar omdat ik die horstmakreel weg moet kunnen zetten. Voor de drill op snoek is het niet nodig. Het stroomt een beetje, daar komt het gepiep vandaan. Ik heb gevoerd met vispellets, 4-5 katapultjes. En ik ga vissen aan de randen van de voerplek. Links met dood aas en rechts met een boilie die een procalviet dip heeft gekregen. Ik ga dit meerdere malen proberen op verschillende stekken. Alleen helaas, de stekken kan ik niet laten zien. Wel de vangsten, hopelijk. Als je met loodvervangers wil vissen en alleen dames wil vangen, dan is dit de oplossing. Want diamonds are a girl's best friend. De eerste twee sessies hebben geen vis opgeleverd. En ik heb besloten om het vanaf nu een klein beetje anders te gaan doen. Karperspullen neem ik niet meer mee. Dat is me te veel gesjouw. En bovendien, ik ga nu vissen opstekken waar ik eigenlijk helemaal geen karper verwacht. Ik heb een nieuw foedraaltje gekocht. Lekker kort voor twee driedelige snoekhengels. Ook prettiger in de auto, want nu kan ik het verkeer van rechts weer aan zien komen. De Shimano's 4500 hebben plaatsgemaakt voor 3500, omdat die beter passen in de pockets. Ik gebruik een quick release voor het lood. Dan een rubber stopper en tot slot een speldwartel om het takeltje aan te bevestigen. Het takeltje bestaat uit twee dreggen en ongeveer 40 centimeter stalen onderlijn. Van de bovenste dreggen heb ik twee haken dichtgeknepen. Het haakje met het weerhaakje is om het visje aan te bevestigen. Het spul komt er zo uit te zien. Freelining dus. Als aas gebruik ik een sardine waarvan de buik op vier plaatsen ingeknipt is om de sappen eruit te laten druipen. Het begint weer lekker. Het is vrijwel windstil en er staat een klein beetje stroming. En ik heb volop last van drijfvuil. Het komt van de rechterkant. Daar ben ik niet blij mee.
een ramp als je zit te freelinen. Nou, daar is ze dan. Mooie zware dame van 98 centimeter. Weer een sterke vis. En super opstandig. Ik ga het terugzetten.
Nou, leuk plekje. Hier proberen maar. Eén hengeltje in het midden van de vaart. En het andere voor een zijslootje. Zo, alles ligt klaar. Inclusief een punttang om te onthaken. En een kniptang voor de noodgevallen. Ik leg alles altijd neer op mijn onthakingsmat. Maar eerlijk gezegd, in 9 van de 10 gevallen kan ik volstaan met deze tang. Een arterieklem. Lang, slank en sterk. Wat nooit ontbreekt in mijn tas is een verbanddoosje. Met gaas, pleisters en ontsmettingsmiddel. Je hebt het vaker nodig dan je wil. Nou, dat is een mooi begin. Mooie snoek. Binnen 5 minuten ongeveer. Super. Ik kan alleen niet zien of hij in beeld komt, want ik heb de zon in mijn gezicht. Nou, het zal wel lukken. Hij is geen meter in ieder geval. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Het gouden uurtje is aangebroken. Dus dan wordt het tijd om weer eens een hengeltje uit te gooien. Of twee. Hier maar eens proberen. Ik geef het 2 uurtjes. Het is vrijdagavond,
Maar de snoeken zijn kennelijk niet katholiek. Want ze kijken mijn aasvisje niet aan. Ik geef het nog een half uurtje. Auto release. Altijd goed.
toekomst gaat alles mis met filmen. Je zult het zo gaan zien. De stack die ik de vorige keer beviste is binnen een jaar tijd super populair geworden, mag ik wel zeggen. Ik vis nu ergens anders en je snapt dat ik het deze keer niet laat zien waar dat precies is. Er is pas gemaaid op deze stack en dan krijg je hiermee te maken. Het riet is nog niet opgeruimd en ligt gewoon in het water. Dat is heel lastig met scheppen en terugzetten. En ook dit is geen pretje, want het riet gaat meteen de hakselaar in en wordt op de kant leeggeschud. Nou, wat je krijgt is dit spul dat overal aan blijft plakken en vooral aan je mat en daarna aan die vis. Het zijn natuurlijk niet alleen maar metersnoeken die je vangt met dood aasvissen. Dit komt ook tussendoor. Mooie snoekjes, lekker sterk, van een centimeter of 70, 75. Hij gaat terug. Lastig terugzetten hier. Er ligt zeker 2 meter drijfriet. Nou, keren, bukken. Hoe ga je dit oplossen? Je moet er onderdoor. Heel goed. Ik hoop dat die vis actief blijft, want het is plotseling windstil geworden. Nummer 2 van deze stek. Half uurtje later. Een beetje hetzelfde slag. Nou ja, ik hoop dat de volgende wat groter is. Ja, je weet het nooit met doodazen. Deze mag terug. Nou, hier is de kant wat gemakkelijker. Doei. Gaat u maar. Geen dikke dames deze keer. Maar met 2 aanbeten in 3 uurtjes vissen. Nou, ben ik dik tevreden hoor. Volgende keer naar een andere stek. Ik ben nog steeds een beetje aan het pionieren met doodaas op nieuwe onbekende stekken. Vorige week was ik hier ook, heb ik niks gevangen. Maar ik heb er toch wel een goed gevoel bij. Ik ga het nog een keer proberen. Vanmiddag, een uurtje of 3. Het is nu pakweg 12 uur, ik blijf tot 1 uur of 3. En ik hoop dat ik wat ga vangen. Mocht het zo zijn, dan laat ik het zeker zien. Thank you.
moet hier geen twee stappen achteruit doen, want dan zit ik muurvast in de Flevolandse klei. Het schepnet ligt klaar met de action can erop en de hengels liggen erin. Allebei beaasd met een sardine. Ik hoop dat het niet te lang duurt, want het is hartstikke koud aan het worden. Vorige week was het nog 12 graden, maar nu is het niet warmer dan een graad of 4. Die eerste stek was helemaal niks, dus probeer ik het hier nog een uurtje. Het wordt geloof ik nog lekker weer ook. Het zonnetje komt erbij. Ik denk dat hij een rondje gezwommen heeft en toch weer besloten is om terug te komen voor mijn sardientje. Een leuk visje, maar ik hoop toch van harte dat zijn zus hier ook is. En dat ik daar ook nog even kennis mee mag maken straks. Deze mag terug. De eer is gered. Ik denk niet dat er meer in zit vanmiddag. Ik ga naar huis. Het is tijd voor een borrel. Ik sta op een prachtige plek in de polder. Een plek waar ik in het verleden groetkarper en brasem gevangen heb in het voorjaar. Maar dat is al jaren niet meer gelukt. Althans karper te vangen hier. Alleen nog maar brasem vang ik hier in het voorjaar. En de snoek laat zich ook al jaren niet meer zien in de winter. Waar ik vroeger nog 4-5 aanbeten kreeg op kunstaas, is dat de laatste 3 jaar gewoon 0 geworden. Nou, uit pure eigenwijzigheid probeer ik het nog 1 keer hier. Maar dan met doodaas. Ik heb er eigenlijk niet zoveel vertrouwen in nu ik hier ben, want het water staat heel laag. En bovendien is het heel ondiep geworden in de loop der jaren. We zullen zien. Ik heb het een uurtje geprobeerd op 2 verschillende plekjes, gewoon onder de dobber met 1 hengeltje en ik heb helemaal niets gezien. Ook geen watervogels of tekenen van aasvis. En het ergste was nog, er staat nog maar 50 centimeter water hier tegenwoordig. Nou, ik ga snel inpakken, want ik ben al ingepakt eigenlijk. En ik ga naar een ander water, dan ga ik nog 2 uurtjes statisch vissen. Ik heb de tweede hengel nog niet eens uitgepakt en ik zie mijn dobber al weglopen. Nou, dat is een lekker begin. Hij is niet groot, maar ze azen. En als ze azen, dan is alles mogelijk. Ik ga hem terugzetten en ik ga snel verder. Ik denk dat het maar even wat langer blijft, tot de zon ondergaat. Dit is volgens mij een goede dag op deze plek. We zullen het gaan beleven. Aan de aanbeet ligt het niet vanmiddag. Maar voor mij mogen ze een stukje groter worden zo langzamerhand. Dit is, nou ik weet eigenlijk niet, 4 of zo, 4, 5. Dit is zo'n dag dat je de tel niet bij kan houden. Maar ja, de aanbleed die blijft natuurlijk leuk.
Het kanaal heeft deze winter nog niets opgeleverd. Maar ja, ik kan het niet laten. Het is prachtig weer vandaag. Dus nou, 2 uurtjes vissen, dat komt wel even vanmiddag. Allebei de hengels zijn beaast. Met de sardine op de bodem. Kortom, ik ga 2 uurtjes stationair vissen. Het is 4 uur. Ik heb niks gevangen, maar ik ga toch met een tevreden gevoel naar huis. Het was heerlijk weer om te vissen vanmiddag. Volgende keer beter.